Beste vrienden, dit stukje is een stukje theorie, dus ik ga jullie een aantal bewijsjes laten zien. Ik ga dat in 3 aparte filmpjes doen, dan kan je ze goed apart bekijken. Probeer goed te volgen, het staat in je boek. Het beste is dat je eerst even het filmpje kijkt en daarna in je cursus en of boek even nakijkt of je het geheel begrijpt en het ook instudeert. Waar gaat het over? Wel, wat doet die optelling, en zo dadelijk ook de vermenigvuldiging, wat is die zijn invloed op de orde? De orde, dan hebben we het hier over het orde teken. Ja. We zullen eerst kijken met behulp van een voorbeeld. Stel nu even dat ik hier bij linker en rechterlid van deze ongelijkheid 2 zou bijtellen. Dan krijg ik dus uiteindelijk 8 en hier 9. Wat gebeurt er met de orde? Er blijkt niks veranderd te zijn. Hetzelfde ook, we spreken wel over de optelling, maar zoals we weten is de optelling. Is het verschil eigenlijk optellen met het tegengestelde? Dus stel nu even dat je min 2 doet, of dus eigenlijk plus min 2, vandaar een optelling. Aan beide kanten. Dan krijg ik hier 4 en hier 5. En 4 is ook nog steeds kleiner als 5. Zo komen we tot de eigenschap in orde, de optelling in de verzameling van de reële getallen, bewaart de orde. Bewaart de orde, dat wil zeggen, het ordeteken blijft in dezelfde richting staan. De orde verandert niet. Hier staat het ook in symbolen. Voor elke a, b en c, die elementen zijn van de reële getallen, geldt het volgende. Als a kleiner is dan b, als en slechts als a plus c ook kleiner is als b plus c. Hetzelfde natuurlijk voor kleiner dan of gelijk aan. We gaan deze eigenschap bewijzen. Je weet, als je dit hier in symbolen hebt staan, dan weet je eigenlijk dat hetgene wat hier voor de pijl staat eigenlijk, dat het gegeven is, en achter de pijl, dat gaan we bewijzen. Dus hier in dit geval, dit is gegeven. In theorie is ook a kleiner als b gegeven. En we gaan bewijzen dat a plus c kleiner is dan b plus c. Oké, ik ga daarvoor naar de volgende bladzijde. Bestaat deze 3 bewijsjes telkens op dezelfde manier, namelijk met de definitie van de orde die we hebben gezien in de vorige oefening. Dus a is kleiner dan b, als en slechts als, volgens de definitie van de orde in R geldt dan dat b min a groter is dan 0. Nu, wat weet ik? Ik moet hier op een of andere manier die c daarin krijgen. Hoe ga ik dat doen? Wel, ik ga c en min c erbij optellen. Dus kijk, ik doe eigenlijk b min a plus c min c. Die plus c min c, in theorie, is dit natuurlijk 0. Dat gaat niks veranderen aan mijn oefening, want c en min c zijn symmetrisch element voor de optelling. Symmetrisch element betekent dat als je bij elkaar optelt, dat het eigenlijk 0 geeft. Dus ik geef hier als uitleg c en min c zijn symmetrisch element voor de optelling in R. Oké, als ik dat gedaan heb, dan ga ik eigenlijk deze zaak een beetje herschikken. Ik ga dus zeggen, ik ga b plus c samen nemen. Je merkt dan dat hier nog staat min a en min c. Die min a en die min c, ik ga die eigenlijk samen nemen binnen de haakjes en een min voor de haakjes brengen. Dus ik doe min, haakjes open, a plus c. Uiteraard is er niets veranderd aan de orde. Wat heb ik nu hier gebruikt van eigenschappen? Wel, ik heb termen van plaats verwisseld. Dat is de commutativiteit. En ik heb haakjes toegevoegd. Dat is de associativiteit. Ja? Dus, optelling in R is commutatief en associatief. Zoals je nu heel goed ziet staan, staat er hier nu b plus c min a plus c groter dan 0. Je zou dus eigenlijk die b plus c kan je als één getal beschouwen.
min een ander getal groter dan 0. Wel, dat is eigenlijk de omgekeerde definitie van de orde. Want als b plus c min a plus c groter is dan 0, wel, dan is b plus c wel degelijk het grootste getal. Dus mag ik noteren, opnieuw volgens de definitie van de orde in R, dat a plus c kleiner is dan b plus c. En dat was mijn bewijs.